Nou, wij. Na verloop van tijd kwamen natuurlijk heel veel bandjes op. De Indo-bandjes zeker. En ook dan ook de Nederlandse bandjes. En zolang als we maar niet op het podium stonden, was het oké. Dan konden we dan nog eens praten. Maar als we op het podium stonden, dan moest je dan niet alleen naar het publiek kijken. Moest je ook achterom kijken, want dan had er eentje dan saboteren ze, trokken dan de stekker eruit. Of ze de kans kregen om je gitaar te ontstemmen. En ja, een hele, ja, zo'n beetje venijnige concurrentie. En, maar voor de rest hebben we het altijd wel met elkaar kunnen vinden. Nou, dan had je de Black Dynamites, de Tieleman Brothers natuurlijk, de Rhythm Brothers, de Real Room Rockers. Crazy Rockers, ja. En ja, toen, al, toen begon het ook al met René. René begon al. Oetie. Ja, Oetie ook, René, ja. Ja, die had je. Die kwam uit Rotterdam meer, hè. Die Oetie en zijn Real Rockers, ja. Wij hadden eerst niet zo'n hoge dunk over de Hollandse bandjes. Want ja, ook zij. Zij kenden die muziek niet, ze zagen ons spelen. En, nou, en al gauw ja, haalden we toch wel onze neus op, omdat we zagen dat we zo spelen. Maar voor de rest hadden we geen problemen. Maar op den duur zijn ze ons voorbij gevlogen, hoor. Jongens, ja. En dan denk ik aan Hans van Eyck van de Jumping Jewels. Denk aan Jan Akkerman. Toen Jan Akkerman nog in het noorden speelde, wisten wij in Den Haag, in de jongens al, dat er ergens een Blanda was daar in Noord-Holland. Nou, die speelt rock and roll. Dat was geweldig. Dan hebben ze heel stiltjes gaan kijken en ik verheer ze. Jong, wat speelt die man goed. En ja. En hoe heet hij? Robert van Venus. Hoe heet hij? Rob? Van Leeuwen. Het zijn allemaal mensen die naar ons hebben gekeken toen we de dierentuin gespeeld hebben. En die zijn later grote muzikanten geworden. Nou, de dierentuin stond toen de tijd op het Malieveld. En daar hadden wij dus elke week daar een Indische feest. Daar werden de Passamalams ook gehouden toen de tijd. En wij speelden daar, speciaal voor de dansmuziek. Nou, met twee of drie bands. En daar waren we allemaal. Er kwamen van heide en ver die mensen. De Tieleman Brothers hebben daar ook gespeeld. En ja, het was toen de tijd heel simpel natuurlijk, wat geluid betreft. We waren lang blij hier dat we een klein kastje hadden, dat zelf gemaakt. Dat, We hadden een solo-gitarist en dan hingen we met z'n drieën aan dat apparaatje van hem. Nou, hij had maar een 12-inch speaker en dan was de bas eroverheen, de ritmegitarist en de solo. En als het een beetje te hard ging, dan keek hij altijd om en dan zei hij: jongens, dit hijs ik niet. Dit hijs ik niet. Een totaal vervormd geluid, ja. En de zang, nou, dat was maar één zo'n microfoontje en monitors hadden we nog nooit van gehoord. Ja. En, maar het vuur was er, hè? Het enthousiasme was er. En ja, zo is het allemaal zo'n beetje begonnen. Ja, we hebben voornamelijk allemaal covers gespeeld ook. Ja, want we waren vanuit al Indonesië verwend. Radio Australië, Radio Ceylon, daar hoorden we al die nummers al. Les Paul, Dennis Ernie Ford. Arthur Smit, daar begonnen we al te spelen.